stadgenoten, of moet ik zeggen dorpsgenoten? Want laten we eerlijk zijn, Den Haag is een dorp. En dan gaan we niet weer lullen over stadsrechten, al dan niet. Den Haag is een grote stad, maar het voelt gewoon heel vaak als een dorp. Met dorpsfiguren. Neem nou vorige week, hier op deze plek. Daar zat ik hier naast, waar ik nu sta, gewoon de Forrest Gump 2.0 der Lage Landen, Mark Rutte. Zijn niet te missen hoofd. Het schijnt dat hij dat geen helm groot genoeg is, hoorde ik van Jort Kelder. Voor zijn hoofd, is over de hele wereld bekend. Maar als hij iets heel belangrijks over zijn toekomst wil vertellen, dan schrijft hij hier gewoon aan de stamtafel aan bij Den Haag FM, waar kasteleins Ron Vrezen ofwel Ivar Lingen hem de juiste voorzetjes geven. Want het is hier een dorp en Rutte is behalve een wereldleider ook een dorpsfiguur. Dat vindt hij fijn en de verbijstering die dat elders oproept vind ik dan weer fijn. Behalve deze column heb ik zaterdagmiddag rond 1:00 of 6:00 ook een column in het onvolprezen Radio 1-programma in de kantine, gepresenteerd door Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Normaal gesproken komt dat uit de Rotterdamse Doelen, maar de afgelopen weken zitten we in een van de omroepbunkers op het Hilversumse Mediapark. Onder meer vanwege de opgewondenheid alom in het land. Want de Doelen, dat is leuk, maar om als omroepmedewerkers zelf de Doelen te zijn, dat is minder. Toen ik vorige week in Hilversum arriveerde, waren mijn vrienden van in de kantine zelf in hogere staat van opwinding. Ze hadden Rutte op deze plek zijn memorabele woorden zien uitspreken. En jij zat ernaast, riepen ze. Hoezo, zat ik ernaast, riep ik. Heb ik iets verkeerds gezegd? Nee, je zat ernaast toen hij dat zei. Bij, hoe heet het, Den Haag FM. Ja, zei ik, zo gaat dat hier in Den Haag. Eigen Niels eerst. Hier zitten we gewoon naast elkaar en praten we met elkaar. Vervolgens ging ik tot verbijstering van de anderen de situatie van vorige week schetsen. Hoe de premier op het drukste punt van de stad gewoon in de etalage zijn verhaal zat te doen. Bijna niemand in de bibliotheek of buiten had het in de gaten. Men zat gewoon te studeren, te lezen, koffie te drinken of te babbelen. Waar ter wereld zie je dat het opperhoofd van het land zo vrolijk opgaat in de menigte? Misschien in ondergesneeuwde gebieden als IJsland of Estland, maar dus ook in het dorp Den Haag. Dus jullie zitten daar dan gewoon naast elkaar, werd er gezegd. Ja, we liggen niet, zei ik. Het is hier niet het Gooise matras. Hoewel dat matras volgens mij al een tijdje ongebruikt in de hoek ligt. De kapotte springveren steken eruit. Want bij elke verheffing van stem, dan wel van lid, word je gecanceld. Als het in Den Haag stormt, dan is het door Karen. Ik zag een boom over een tramrails liggen. Er stond een koele Hagenees naast. Geen paniek, mensen. We hebben hier al jaren te maken met een slecht functionerende bovenleiding. Een fijn dorpsfiguur. En ook bij ADO is het tegenwoordig weer gezellig. En niet alleen op de hartverwarmende speciale blindentribune. Want daar was de sfeer altijd top. Vooral ook omdat ze daar het spel niet hoefden te zien. Zij weer een ander komisch dorpsfiguur die ik graag citeer om zelf niet gecanceld te worden. Ook de omgeving van ons dorp is grappig. Gisteren was er bij Zoeterwoude een bizar ongeluk. Een vrachtwagen had honderden bierkratjes verloren. Van welke brouwerij zou hij nou komen? Ik citeer het verslag van Omroep West. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Of er alcohol in het spel is, is niet duidelijk. De kratjes lijken namelijk leeg te zijn. Ja, natuurlijk zeggen wij dan hier in het dorp. Die flesjes waren opgezopen. Dorpsfiguren. Mooie mensen zoals Frans de Leef, grafisch kunstenaar, oud-voorzitter van Pulgi Studio en voorzinger op het Meezwing Festival. En hij is ons onlangs ontvallen. Een man die we missen in ons dorp. En daarom wordt hij komende vrijdag geëerd in een uitverkocht theater De Regentes met een speciale editie van dit legendarische Meezingfestijn. We missen je, Frans, maar je hoort bij ons dorp. Zoals ik het ooit voor Boudewijn de Groot in een lied heb kunnen schrijven. Zien we de stad, dan zien we jou. En vanavond is het Regio Songfestival. Ga je kijken, Jano? Nou, ik moet wel kijken natuurlijk. Zeker, met onze troef. Hoe heet ze? Ja, Lien. En hij heeft een prachtige lied. Waar ben je dan? Laat dat, waar ben je dan? Geweldige titel. Laat dat een Haagse hymne worden. Altijd toepasselijk als je op de tram wacht. Waar ben je dan? Of op zoek bent naar de waarheid in het verkiezingsgeweld. Waar ben je dan? Wat Frans betreft weten we het antwoord. Voor altijd in Den Haag. Hou je Haags, geniet van het goede, in ons dorp en tot snel.